Ik ben Ben Roelands en 14 jaar geleden heb ik gezweet en gezwoegd om dit hier te kunnen behalen. Mijn rijbewijs. De vraag is alleen of ik anno 2013 het terug zou kunnen halen. Dat gaan we vandaag eens testen. Ik heb de sleutels. Het is al half gewonnen zeker. Ik ben dat het zo traag gaat, hè. Ja, dat ik aan het denken ben van, je gaat me hier niet hebben, mat. Je gaat me hier niet hebben, Hubert. Sightseeing rondom Vilvoorde. Ontdek Vilvoorde. Met zijn prachtige kanalen. Jordanië is onze chauffeur in slaap gevallen achter het stuur. En dan kom je terug in België gisterenavond. We moesten van Parijs gevoerd worden naar huis. En onze chauffeur is ook in slaap gevallen, zeg. Twee keer op rij. Echt, man. En die reed bijna tegen een truck die dat dus naast ons reed. En iedereen riep. En met dat die mens wakker schiet, snokt hij aan zijn stuur. En de achterkant begint te schommelen. Dus wow, wow, wow. Dus we begonnen echt te schaven over de autostrade. En dan hebben we terug, rustig terug gestabiliseerd. Ja. Hetzelfde geld slacht je ook daarom. Oké, Ben, na deze rit heb ik heugelijk nieuws voor jou. Je bent geslaagd. Is het echt? Je bent geslaagd. Er zijn wel een paar opmerkingen natuurlijk, zaken waar je moet rekening mee houden. De bochten naar links nemen doen we nogal redelijk afgesneden. Ja. We zijn eigenlijk wel één keer zelfs gedeeltelijk over de witte lijn gegaan. Echt? Ja, dus daar moet je wel eventjes op letten. Ook op letten dat een maximale snelheid in de stad dat niet gelijk staat met een minimale snelheid. Dus het is niet de minimumsnelheid dat je daar moet rijden, het is de maximumsnelheid. Dus dat wil zeggen dat als het 70 is, dat je niet altijd effectief van 70 moet gaan. Ah, okay. Dus soms kan het ook wel interessanter zijn om eventjes op 60 te blijven, om die bocht te kunnen beter aan te snijden. Maar in totaliteit gezien, bevredigende de rit, dus geslaagd. En zal ik je naam schudden? Dankjewel. Waar is de champagne? Peter van de Veire. Niet geslaagd. Roos van Akker, niet geslaagd. Mijn goede collega Jan Houtenkiet, niet geslaagd. Maar ik mag deze terug mee naar huis nemen. Mits een paar details natuurlijk. Hè. Bochten afsnijden en zo, dat doe je beter niet. En maximumsnelheid in doog houden, ook heel belangrijk. Maar het was plezant. Merci.